Hey jongens, ik hoop dat alles goed gaat met iedereen en dat iedereen een hele leuke maandag heeft gehad, een goede start van de week. Ik wil het eventjes hebben over Cristiano Ronaldo. Ik zie in hem een geweldige spits voor Ajax, mocht Brian Brobbey vertrekken dit seizoen. En ik denk dat Tchouba Akpom ook zoiets heeft van ja, ik ga vertrekken, want ik krijg toch geen basisplaats bij Ajax. En Julian Rijkhoff lijkt ook door te dringen natuurlijk. En die is ook aan het concurreren met Brian Brobbey en met Tchouba Akpom. Dus stel je voor, Tchouba Akpom en Brian Brobbey vertrekken. Nou, dan zou Cristiano Ronaldo bijvoorbeeld een goede vervanger kunnen zijn. Maar ik heb het op YouTube heb ik al best wel vaak reactie geplaatst, een comment geplaatst over dat Cristiano Ronaldo een goede spits voor dit Ajax zou kunnen zijn. En want hij kan gewoon nog steeds 25 doelpunten scoren in de Eredivisie. Daar is hij nog steeds goed genoeg voor. En ik ben echt meermaals voor gek verklaard, voor clown verklaard. Maar ook mensen die zeggen van ja, Cristiano Ronaldo die komt niet, want Ajax kan het salaris niet betalen. En daar zit zeker een punt, dat is zeker waar. Ik denk dat Cristiano Ronaldo in zijn hele carrière al genoeg heeft verdiend. Hij is al dik miljardair. Dus misschien dat hij bij Ajax voor 5 miljoen zou willen voetballen. Hè? Want dan speelt hij wel weer in Europa. Hij speelt zich wel weer in de kijker bij het Portugese elftal. En ja, in de Eredivisie kan hij nog best wel... in de Eredivisie kan hij nog echt laten zien dat hij een goede spits is. En dat hij nog hartstikke fit is. En dat hij nog steeds een doelpuntenmachine is. En ik denk dat met Ajax dat hij wel Europa League of Champions League kan halen. En ik zou zeggen van, geef Cristiano, mocht hij naar Ajax gaan, geef hem een contract voor 2,5 jaar. Dat hij tot het WK van 2026 nog speler is en zichzelf dus in de kijker kan spelen bij het Portugese elftal. En Ajax is ook op zoek naar een nieuwe trainer, want John van Schip die stopt. Dat is wel duidelijk. En ik heb eerder opgegeven, misschien heb ik verteld van, misschien is Pascal Jans een goede trainer voor dit Ajax. Ik was net Kalin Kokkie aan het kijken. Het was een interessante episode. Want zij stellen dat het misschien beter is om Erik ten Hag weer terug te halen. Mocht hij worden ontslagen bij Manchester United. En ook over Graham Potter zijn er veel suggesties om hem te halen. Er zijn veel geruchten dat hij de nieuwe trainer van Ajax wordt. En daar heb ik ook nog over nagedacht. Waarom hou je niet Cristiano Ronaldo niet alleen als speler, maar ook als trainer? Ik bedoel, hij is nu 39. En hij is al sinds 2008, dus al 16 jaar lang, is hij al captain van het Portugese elftal. En hij laat daarmee zien dat hij echt een leider is. Hij spreekt vloeiend Engels. Hij heeft natuurlijk 6 jaar in Engeland gevoetbald bij Manchester United in zijn eerste periode. En ook in zijn tweede periode, 1,5 jaar. Dus hij spreekt vloeiend Engels. Hij is echt een leider. Hij heeft een ongelofelijke winnaarsmentaliteit. Het is een echte teamspeler. Hij kan een voorbeeld zijn voor de jeugd. En een ongelooflijk grote naam kan hij zijn voor dit Ajax. Iedereen loopt met hem weg, dat weet ik zeker. Hij kan niet alleen belangrijk zijn als speler, maar ook gewoon als trainer. Want ik denk dat Cristiano Ronaldo ook wel een loopbaan als trainer ambieert. Dus als Ajax dan gewoon... Nou, dat Ajax hem een contract biedt voor 2,5 jaar. Voor 5 tot 10 miljoen per jaar. Dat ze dat als salaris aan hem geven. Of dat hij dat als salaris kan verdienen bij Ajax. En dat ze hem niet alleen speler maken, maar ook trainer. Dus hij heeft ook gelijk, na zijn carrière kan hij ook gewoon door als trainer van Ajax. En Ajax is een perfecte trampoline voor trainers. En bijvoorbeeld Louis van Gaal is ook begonnen als trainer bij Ajax. Frank de Boer is begonnen als trainer bij Ajax. En ik kan nog wel wat namen noemen die bij Ajax zijn doorgebroken. Ronald Koeman bijvoorbeeld. Die is nu al jaren bondscoach van het Nederlands elftal. Bij Barcelona is de trainer geweest. Dus allemaal echt grote kans dat ook Cristiano Ronaldo kan slagen bij dit Ajax. En ik ben er ook van overtuigd dat Cristiano Ronaldo dit Ajax weer naar de top kan schieten. Ik denk nog steeds dat Cristiano Ronaldo in de Eredivisie 25 doelpunten kan scoren. En ook in Europa weer heel erg belangrijk kan zijn. En mocht hij echt weer een uitdaging willen, dan zou ik zeggen, ga naar Ajax. Want de club heeft je nodig. Er is een ongelofelijke crisis bij Ajax. Ik had Rondo gekeken en Jan van Hals was daar. En die vertelde een beetje hoe het was als RVC-lid.
hoe dat er bij Ajax aan toe gaat, dat er geen communicatie is. Dus het is echt een ramp bij Ajax. En ik denk dat Cristiano Ronaldo de messias kan zijn voor dit Ajax. En ik denk dat hij, niet alleen als speler, maar ook als trainer, de club uit de brand kan halen. En dan denk je bij jezelf van, ja, speler-trainer, is dat wel eens eerder voorgekomen? Gebeurt dat wel vaker? Ja, Ruud Gullit was onder meer trainer-speler bij Chelsea. Dus die was zowel trainer als speler bij Chelsea. Vincent Kompany, die was trainer-speler bij Anderlecht. Dus het kan zeker. En misschien is het voor Cristiano Ronaldo wel heel mooi om nog 2,5 jaar bij Ajax te schitteren. En dat hij dan nog het WK van 2026 kan meespelen. En dan tegen die tijd is hij al 41, hè, jongens. Dus. Nou, in ieder geval, wat vinden jullie hiervan? Ik heb het al een keer eerder verteld op mijn kanaal dat ik Cristiano Ronaldo als speler voor Ajax echt wel broodnodig vind. En dat echt wel realistisch is van mijn kant. Maar nu ook als speler zag ik hem wel floreren bij dit Ajax. Als trainer. Dus als speler trainer bij Ajax. Bij dit Ajax vanaf deze zomer. Als Cristiano Ronaldo komt. Wat zouden jullie ervan vinden? Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En laat maar weten in de comments, jongens. Oké. Hey, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende, jongens. Oké, fijne avond. Hoi, doei.